Hey. A helper of server for Circulate Scania Holzema 12 kilometer. Oh! Oh, daar is een bekeuring, joh. Piep! Matthijs, maar kijk, ik zie niks. Wat dus nou dan? Oh, ik was even mee afgeleid. Zo. Oh, Greet komt binnen en hij is helemaal van het padje af. Ja. Letterlijk. Ik denk dat je een fabriek aan het draaien. Goeiedag hem. Ah, goeiedag hem. Ah, goeiedag hem. Mooi. Mooi. Ja, we zitten... Serving USA. Ja, we zitten nou even niet op de server. Want nee. De server had problemen. Oké. Probleem, probleem. Ja. Ja. Maar het probleem was dat de server de hulle op me bezig was. Ik heb een save game aan het knoeien was, maar de server kreeg deze game op dit moment niet aan de loop. Oké. Of dat het te veel broodjes bak ben, ik heb geen idee, maar het wilde niet. Zit er zoveel bak dan? Nou, wij ben vorige keer gestopt met een halfke bruin hier zo met die ketting. Ja, zeker. Met die ketting zo van Legend. Zal even een halfke gesneden hebben. En wat bolletjes, maar er is wel gegroeid. Bliksem. Ja. Dikke handel. Wat ik zeg. Ja. Niks mis met. Nee. Ik wil zeggen, daar kun je geen droogbrood van maken, maar dit lukt hier redelijk. Hier duidelijk wel. Het lang genoeg staan laten, dan drukt het vanzelf uit. Ja. Ja, dat is wel. Kan beter verkopen, denk ik, nou het nog een beetje vers is. Nou, ik zat te denken, als ik door nou eens met begon, dan is dit weer... ja. Nou, het is niet meer aan de loop, denk ik, want er is iets niet. De flower is op. Ja. Ja. Maar goed, de sugar is ook nog maar 2%. Ja, het is matig. Ja. Kijk, als we er nou nog een beetje flower bij doen, dan kunnen we de rest nog even van opmaken. Maar er is wel heel veel spul, dus dat wil ik eigenlijk wel even beginnen met voortbrengen. En hebben we ook even een doel voor de volgende fabriek voor van de ogen? Iedereen nog die eerappels nodig is of zo? Blikje conservefabriek. Oh ja, die can factory, met al die karotten. Dat is ook nog een idee. Ja. Ja, maar die karotten, die kunnen wij oogsten, hè? Ja. Op veld 19... A? Wat is dat? Ja, of wat? 21. Nou, doen we ook 21, denk ik, door bij die brug. Doen we even de Can Factory. Die heeft het volgende nog niet. White cabbage. Meat gewoon maar kopen. Hè? De vlees gewoon kopen. Erabbels. Die hebben nog wel lekker, denk ik. Ja, ik ben al aan het laden. Goed zo. En siebels en wortels. Nou, die wortels die ken ik wel rooien. En vinegar voor de... Oh, en bij de suikerfabriek. Ja. En carrots en vinegar. Ja, dat was hem. Dat moet hij met de tank houden dus. Die white cabbage, wat was dat? Had mij door wat van? Was dat... Nou, volgens mij niet zoveel. Nee. 1, zoveel miljoen, toch? Ja, 2 miljoen. Hoor. Oh, dan moet door en wat van poten. Door. Goed. Nou, gaan we daar eerst naar mijn loop brengen. Breng ik eerst deze broodjes even voor. Ak me koor. Maak ik de keeper even voor met je appels. Bergena. Hier is de trucmachine. En die staat nog met wienbarrels, dus dat breng ik eerst even voor. Helemaal goed. Oh, en hier ben nog naaien wienbarrels. Die trap ik er nog even in. Ja, hoe met de pijlers. Hey, Spieker, zal ik hem volgen? Nee, ik doe met hem. Nee, ik ben op zoek naar een rooimachine voor de wiatels. Ik heb de V8 alweer aan het klap. Kijk. Hoe is dat? Ja, goud hè. Mooi. Spieker goud hoor. Nou hoor. Kijk. Yo. Ja, goud hè. Zo, een beetje in een lappenmaand. Ko is even herstellende op het heden. Hoe is dat met je leg en MS? Allemaal in orde? Nee. Ga je hier nou voor? Nee, het is een drama bij mij. Ja? Ja. Nou, ga je hier nou momenteel voor? Oh, er is iemand bijkomen, maar ik weet niet wie. Op YouTube. Ik hoor een geluidje. Oh. Ja, mooi weer vandaag. Jazeker.
technisch weer. Dat moet je dan kunnen bouwen en dakdekken. Oh, dit gaat niet goed. Ik ben zwiebel. Ik dacht dat ik de karotten had, maar ik ben zwiebel. Ook goed. Oh, nou, dan pak ik deze eerst. Ik zie hier allemaal whisky in de gyro. En vodka. Ik ga dat geliefd verkopen met hem direct. Toch? Ja. Ja, je kan beter niet opdrinken. Nee, maar dan weet niet op. Gebeurt er weer niks vandoor. Dan kom ik niet aan bij de bestemming waarschijnlijk. Nee, ik ben er bang voor. Ik moet naar de Lidl. Als dat Lidl, whisky Lidl is. Welke is nou whisky daar? Zoek eens geen arbeider in u. Ik ken dat wij omdat wij nou... omdat wij nou al één lijn ben. Ja, dat zal ken. Kun je toch geen arbeider inhuren? Nee. Heb ik daar geen privileges gegeven? Ja, dat weet ik niet. Nee, jij kan niks nog. Nu kan je dat wel. Oh. Omdat wij nou arbeider ben. Ja. Ik moet naar de getrankenhandel, dat is aan de andere kant van die map. Hoe kan het nou dat ik zo weinig frames heb dan? Nou, dat kan ook aan de computer liggen. Ah, maar ik ben ook niet volledig schakvrij, hè? Niet zo erg als laatst. Ik heb wel wat knipperig beeld. Ik word zelfs inhold in een server. Die hebben we in met, denk ik. De wind in de zeilen! Hij in een vrachtwagenkleed natuurlijk. Ja. Gaat hij in mirakels. Ja. Ding, 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 ding. Nee, valt toe. Hey. Ik ga hem geld verdienen. 1, 2. Hey. Geld. Oh. Ja, geld. Dit is mirakels. Oeh, wat klinkt dit er hoor. Zo! Je gaat naar de deur, of niet? Ja, goeiedag, hem. 421.000 euro. Wat maar hem. Punt voor broodjes? Nee, ik heb eerst die vodka voorbracht. Oh! Ga nou naar de baggerij. Dat die katrankenhandel hier helemaal in the middle of nowhere zulke handel heeft hier met dat drank. Stond zeker schreeuwen twee ouders bij de deur. Mai. Mai. Hoe komt dat? Hoe worden we er ooit mee begonnen? Ja, dat ben je met begonnen. Ja, dat ben ik met begonnen, maar ik weet niet waarom. Nee, dat weet ik niet. Ik ben bij de bakkerij, dus ik hol de broodjes in me op. Super. Oh, goed zo. Er valt toch steeds een beetje weg. Dan moest die trigger anders zijn van die microfoon. Ja, maar nou praat ik ook niet zo zaak. Nee, maar doe ze eens net aan dan. Nou, hoe moet ik die zeggen? Nou, gevoeliger. Dat schuifje wat meer dan links. Dat ben je mezelf, hè? Ja. Nee. Ja, capture. Tools, opties, capture. Die staat op min 10. Doe maar naar min 30. Hé? Dat heb ik ook wel zo'n beetje. Hoe ligt dat nou dan? Nou, moest even een tijdje weg. Moet ik even tellen? 3, 4, 5, 6. Heeft alles met gekregen? Tot hoeveel heb je geteld dan? Tot 6. Dan heb ik vanaf 3 dat met gekregen. Oh. Dus 1, ja. 2 heb ik niet. Ik ook. 1, 2 heb ik ook niet door. Oh, nee, ik ook niet. Dan komt is dit bij. Om verwarring te voorkomen is nou goed. Ja. Ik heb brood in de container. Even machtig kijken, snackbar of de guest farm. We gaan naar de guest farm. Ja, snackbar kennen we niet altijd, hè? No? Nee, daarom. Ik wil er wat nice zien. Ja. Waar is de guest farm? Waar zie ik een grote streep door? Oh, oké. Okay. Nou, broodjes en kadetjes naar de guest farm. Super, jongen. Tijdens deze coronatijden hebben ze toch veel gasten, als ik dat zo zie aan de broodbestelling. Niet? Ja, ze hebben een groot einde vijver. Die vriezen leeg misschien. Zal ook, ja.
afval. Oh, afval. Natuurlijk. .nl. Ik moet door Boom op bij de Leuk. Boom op Bilte. Oh, dat is een mooi ritje voor de boeg dus. Ja. De rest ook al eerder een keer geweest, hoor. Leuk al. Ja, bijna de tweede... bij de vraag hier appels vol. Die rappels, ja. De conserm, zeg maar. Ja. Maar, hey. A helper of server voor Circulate Scania Holzema 12 kilometer. Oh, oh, een bekeuring, joh. 94 euro. 127 euro stond hier bij mij in beeld. 106 bij mij. En ik 94. Hoe dan? Zeg maar. Is Ben Flitser voorbij komen? Ja. Wie is een katje? Toen zei hij nou dat hij hier ook in zat. Ja, en dat ja, daar had ik wat van lezen. Ik snapte nee, daarom dat niet. Dat zijn ze in de chat. Ja, Sunderhond. Ja. Ja. Ik ben al geflitst op kerst en ik denk, hè? Ja. Nou, bij deze, wij dus ook. Nee, doe. Oh ja, sorry. Dat zal mij niet overkomen, want ik rij altijd heel netjes. Ja. Dus de trek is ook wel leuk. De reis naar de tafel, ja. Dus de trek. ik ga nou brood verdienen, 1, 2. Kijk. Nou, de bekeuring is betold in ieder geval. Ja. Ja, die is al ben. Zullen lukken. Hé. Hey. 21.000. Hoeveel? Het brood. Ja, maar de helft van een andere brood dat ligt hier nou. Er zijn genoeg. Dit is puur brood erover. Ja, ik leg het in de trigger en er gebeurt niks. Of alleen nog in het first hand, zit die trigger een beetje verkeerd. Nee, dat wil je niet meer heen. Nou. Wat? En genoeg. Zitten ze vol? Ik zei al, hè, met die coronatief, waarom moeten ze met zoveel brood? Ja. Dan moesten alsnog weer naar de snackbar. Hé, met de guest farm, dat is hier. En ze wilden gewoon hem. Wat? Ja, nee, joh. Wat? Ik was net nog niet bekend, maar ze wilden alleen handelen met groen met schone lei. En toen hij net alle machtige bekeuring had. Ja. Ja, en met straatblad. Ja, crimineel achtergrond. Nou. En nou, moet ik nou naar de snackbar dan? Nou, denk het. Ja, kun je er ook weer gewoon opladen? Nou, nog niet. Ja, ik heb het weer in de ding zit. Nou. Rar. 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 Oh, niet dat nou flitst, waar. Met die andere kano. Waar stond dat ding? Ja, achter die boom hier zo, toen ik daar ben, reed. Nou, vrij dit. Niets. Nee. Nee. Oh, ik pak de map erbij. Ik dacht dat Ko niet met even om. Maar... Oh, hier is flauw. Ik doe dit echt voor het eerst. Ik heb die anders altijd over de weg. Ach, veel wel die je gehaald. En 19. Ja. Ik ga richting dat knipperende denkje worden. Ik ga nou recht op die groene beam af. Beam! Ja, wij zien hem niet. Oh, als ik door rechter van dan zit ik midden in Stonehenge. Ja, dat wel. Denk er zo wel om, want ik zit vlak achter die. Ja? Ja, ik moet ook die gaan doen. Even stiekem. Oh, Martel! Waar? Riet die ook dat land? Nee, ik sta net weg over. Matthijs, maar kijk, ik zie niks. Ik denk, misschien ben ze met koepaard bezig. Ja. Doe vlies er tabak in, of niet? Ja. Nee, we zijn er wagen 20. Nou. Ja, dat is allemaal weer knipperij. Kijk als ze hier het dreubrood hebben wilden. U, B, 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 I. Ja! Nou. Zo! Ja, zat er nog wel wat brood in de truck, hoor. Niks, hè? Dit was beter dan bij die andere passers. Het heurt wel duur, maar. Ja, maar ze hielden er ook niks uit. Het is allemaal van dat chique, jongen. Dat is allemaal van die kleine bolletjes met. En, als je de weg komt, heen nog hangen. Ja. Even verder, volgens mij.
Dan hebben we de bakkerij gezien. Dan ga ik de truc bij de Can Factory inzetten en dan help ik je met de grondstoffen. Ja, maar dat is best even een tank achter de truc doen, denk ik. Of niet? Voor de Veniger. Oh, voor de Veniger. Oh. Ja, dacht ik, hè? Nou, ik kom bij hem, want je bent er allemaal met kwaande. Nou, komen we niet allemaal met z'n drieën op één kruispunt uit, hoe is het mogelijk? Conservenfabriek. Wat is toe bij die legend? Ja, je appels? Hier moet Sipel zien. Wiebelen, Habi, ja. Ja, dan maar toe de eerste. Hier maak ik de karotten. Dan regel ik de vinniger. Dat is bij de suikerfabriek, toch? Ja. En dat is hier achter, achter de fabriek, zeg maar. Oh, naast de fabriek, sorry. Hier ben Pellens, hoe we dat aan? Ja, heb ik geregeld toen, al een keer. Oké. Okay. En dan ga ik terug naar de Europa. En dan kwak daar ik die hem leeg met de sipels. En dan pak ik eerst in mijn vrachtje karot. En dan kan deze straks aan het draaien, toch? Ja, we zijn nu met stew bezig. Daar leid je. Ah, ja. Dag Spieker. Ja, goeiedag. Heb. Toevallig ja, dat we hier allemaal net bezig zijn. Ja. Ja, mooi man. Ja, dat wist ook altijd groot dat we met z'n allen in één beeld zijn. Nou, ja, en hebben een mooie timing, want dit hebben we niet afgesproken van de veur. Nee, nee. Dit is bij toeval dat ik mijn keeper vol had en dat legend kloor was. Ja. Dat is ook het mooiste, hè? Die spontane acties, hè? Ja, ja zeker. Doe er iets links. Ja. Hé, hey, mams komt ook thuis. Mooi. Oh. Is er nog een minuutje voor mij met dan? Ja. Wat dus nou dan? Oh, ik was even mee afgeleid. Zo. Oh, Greet komt binnen en hij is helemaal van het padje af. Ja. Letterlijk. Dat duurt wel raar, hè? Dat is een minuutje van mij. Ja. Ja, wil je me nu of wil je me straks? Nou, eerst maar een beetje. Ja, precies. Wat is de tank? Ja, door het diesel in zit nog niet. Ja, ja. Als zijn tank ook aan het zwingen, dan maakt hem zich niks uit. En dat maakt alles schoon, hè? Ja, precies. Anders doe ik er eerst even met azijn in, hot je dit even met de koppeling, gooi ik dat er weer uit en dan weer naaien. Ja, kon deze tank dat met hem? Moet ik toch al even kijken? Weet ik niet. Ja, och, ja, alles kan er niet. Molasses. Molasses, budders kan er zelfs in. Ik heb gewoon kloren budder in. Budders? Nou, en de legendary hier weer aan. Het is onvoorstelbaar. Nee. Goeiedag. 1,9 miljoen wijskolen. Is dat genoeg jongens voor een pak bakjes verloren? Past wel. Wat kwaad waar ik denk ik, maar goed. We proberen hem een pelletje er met te vullen, ja? En dat is wel goed waard. Die had sowieso wel niks meer bij. En dan vleugt dat bulten van één. En dan hebben we met boeren soepgroenten en zo. Je ziet precies zien wanneer het welk seizoen is. Ja. Ja. Daar is het slecht vol met wattels. Ja, precies. Ja. Ja, waar hol ik het vind ik er weer uit, hè? Door, oh, hier misschien. Iets eerder, of nee? Ja. Essig? Ja, dat kan. Ik weet het niet. Komt die sherry can erin, zo gezien. Oh. In het tank? Ja. Suiker en melk en toefje slagroom, Tinnus. Oh, Gerrit, sinds kort suiker en melk en een beetje slagroom. Ja, het was altijd al zo, maar hij kreeg die nog niks. Ja, Greet. Ja, dat komt eraan, hè, met zijn truc. Ja, oeh! Je hebt ook wel luchtgaten in, trouwens. Het waait ook wel deur. Ja. Ja, hij moet zorgen hier de boord om. Ja. Vinniger. Van eigen, hier, Martin. Auw! Oh! Doe nou! Oh. Komt erin! Ik ken wel stolneuzen voor hem, maar die ben nou wel palaat.
Hij is een laaier, joh. Oh, ik had vanmiddag trouwens stolen neuzen wel groot op mijn enkels hadden haar. Oh, is een voetbalmest. Nee, een collega die liet een of ander hydrauliekblokje donnen van werkbank af. Precies bij, mijn, bij dat bankje van de ziekant van de voetlang. Oh. Au. Ja, en die steken maar uit, hè? Ja, en doe ik net even zo. Fats. Au. Maar dan moeten we even kijken, hè. Is hier dan al wat aan de draai? Of? Nou, de veniger die is er. Ja. De veniger. Kolen ben er, eerappels ben er, sipels ben er. Zo je denk. Nee, er moet nog wat bottels. Ik hoor al wel waar. Bottels. Ja. Ja. Hij is de coleslaw is bezig. Coleslaw. Yeah. Oké. Okay. De coleslaw is actief. Ja, ik zal niet weten wat er is, maar... Ik denk... De coleslaw, dat is wel bekend. Dat is ik wil even betonen. Maar in het echte vlees, dat vind ik dat niet allemaal. Nee, maar het is gewoon koolsalade, denk ik. Ja. Ja, ja, maar het is puur kool en ja, azijn. En daar doen ze een beetje azijnzuurtje ja. Doen ze erbij. Zo kregen wij vroeger ook altijd wel komkommer. Ja, wij ook wel, maar in we gaan maar gisteren naar sla. Morgen. En er zat niet te min azijn in. Goeiendag. Ja, wat deed je hem dan met de komkommer? Dat deed je moeke in de azijn, of niet? Koolsalade. Ja, azijn en suiker. Ja. Burger en azijn. Ja. Dat maak ik ook. En dan geraspt. Ja. Ja, lekker. Ja. Je hebt me lang last van, maar een week te menten, maar het is wel verrekte lekker. Ja, sorry, zeg dat nog eens, want ik was even afgeleid. Geraspt, de komkommer geraspt. Ja, hem bij ook wel kregen, in de azijn. En dan in de azijn. Ja, ja, dat ja, kreeg met, wij ook met wel. Suiker. Nee, geen suiker. Nee, dan doen wij er ook niet om. Een snufje zout, zeg maar. Oh. Ik dacht dat wij suiker en azijn hadden, maar nou ja. Ja, 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 ja. Ja, heb ik zeker. Ik vond dat wel lekker, hè, in de azijn, die komkommer. Ja, heerlijk. Maar dat is niet meer aan de orde, zeker tegenwoordig. Want ik heb het al, ik denk, ik ben 46, min, 45 jaar niet hard, denk ik. Maar dan meisjes. Nee, maar vroeger op je pa en moe kreeg, maar nog eigenlijk niet meer. Ik heb lessen zelf gemaakt. Nee. Ja. Met een ziens. Toen ik betiedelijk bij mijn moeder was van het zomer. Met een ziens. Ja. Toen kreeg ik het wel eens. Mijn moeder die eet het nog heel veel. Ja, maar dat is lekker fris, man, met het hitte weer vooral. Ja. Ja, dat ja, heerlijk. Ja, maar inderdaad, wat je ook zegt, hè, ik moet er niet te veel van hebben, de hele tijd kom je daar omhoog. Ja, maar als ik nou één schijfje doe aan mijn hele komkommer, ja. Dan komt mijn kost aan omhoog. Dan klopt. Net zo goed een hele komkommer. Precies, dat is een beetje het appelsientje effect. En dan de bak ook nog leeg drinken met het azijn met suiker. Oh, dat doe ik dan. Dat doe ik dan niet. Maar hoe zuurder, hoe beter. Dat vind ik ook hoor. Zoals rabarber doen wij nooit zoetstof erin. Gewoon zo kook. Oh, bij. Oh, zo lekker. Ja, maar je moet niet. Het glazuur moet niet van haar tanden af. Nee, maar het zit er nog wel. Ah, maar dat heb je soms. Dan is het zo zuur. Dan ben de tanden er stroef over. Dan is het glazuur helemaal weg, man, in één keer. Dat kun je niet in polijzen. Nee, maar ik vind rabarber moet geen zoetstof in. Dat vind ik ook heerlijk. En dan druk je zo'n gehaktbal op die deur. Oh. Rabarber mag geen portie erbij. Maar dat vind ik niks aan. Bist u niet fan van rabarber? Nee, ik wel. Vind het ook lekker. Oh, ik echt heel lekker. Een rauwe witlof, een appel en ei en de lusbeel. Nom, nom, nom. Een collega van mij die had altijd rabarber. En dan is het weer een april, mei en dan komt de bim weer zetten. Tewitit, dus dat riekt en bim del. En dan heeft moeder de vrouw weer een bundeltje chloorlik. Maar ja. Een strandbeeld houden of niet? Oh, het is een goede rabarber. Ik zeg, maar niet huren hoe ze het bewaakt, maar niks meer. Ja, ben je nog bij de Can Factory of niet? Ik hoor nog even weer even mijn azijn tank op. Ja, okay. Ik doe nog even met kolen. Ja, maar dan kom ik nog zometeen met bottles. Oh ja. Ik. Dat en dan moeten we de vlees, dan moeten we ook even wat vlees door hem inkopen. Ja.
Maar wij doen dus geen vlees en melk, ter verduidelijking. Ja, doe best met die karat naar de oosten, dan nee. Ja. Ja. Nou, ik ga eerst een paar keepers zwiebel doen. Ik denk, dan kan die fabriek aan draaien. Ja. Ik, en toen ben ik overgeswitcht naar de karat. Oh, ja, doe best gewoon met veld begonnen en waar staat. Ja. Ik denk dat je een fabriek aan het draaien. Ja. Twee. Pom. Nee, andere knap. Oh. Vijf eraan. Ja, goeiedag, Emeletje. Ja, goeiedag. Doe best ook een rap hier weer. Ja, maar dit komt in boerderij weer, hè? Oh, ja. Ik de heer Abels, die moet veel verder voortkomen. Dus wat moeten we hier nou nog inkopen dan? Meat. Vlees. Meat. Ja, de meat, hè? Zal ik dat in kopen? Ja. Want en dan, die moet bij. Oh ja, en doe brengt nou karot nog in, Jelle, ja. Hè? Als het dat bist, ja. Wil je dan even zeggen als het begint te leeg? Ja. Ja, ik doe nog even overleggen. En dan hebben we twee aan de gang. Drie, dus. Dan ben ze allemaal aan de gang. Ja. Ik gooi er even voor 100.000 euro aan vlees niet. Lamp. Niet te zuinig. En dat is nog in het rooien, hè? Ja. Ja, ik zie het. Maar 3%. Ja, klopt. Moet we toch naar vee, hè? Doe maar dan voor niet. Ik kan beter die koeien er gewoon lekker in trapen. Ja. Mag ze van de rest maar wat vliegendel of zo, weet ik wel. Ja. Als er staat zo. Oké, want ik ben er, hè. Oké, wacht. Oh, doe best hier ook nog een ledje. Ja, ik wil dit met Mark. Direct de server. Goeiedag. Goeiedag, hier de directe server. De directe server. Nou, ik sta nu boven de silo. Ja, ik ga kijken. Ja, ik kijk hier, ja, maar de karotten zal. Oh, ik zie ook al een deusje. Ja, karotten bin daar. Ja, ga je dan naar huis. Nou, en ik zie hier al een deusje met... Ja, koolslaw. Koolslaw, kijk eens even. Ja, hier, en door een wortel. Morensalaat. Je bent wel vage deusjes. Oh nee, doorzetten. Nee, joh. Ik wil direct die deuven dus niet. Plakjes wortel voor de boerengroente soep. Boerensoepgroente. Hier goudsalat en daar hebben we een doosje met eintopf stuw. Oké, ja. Hier had eigenlijk ijzer heen moeten, omdat ik een blik zie. Ik wil even een blik opwerpen. Hé, maar als wij nou op dit moment even de pauze inlassen, dan hebben wij nou de eerste aflevering van de kansalade. Dan zal ik zeggen, aai het toe en goed geslaagd. Nou, mooi. Hartstikke mooi, hoor. En dan gaan we de volgende... Ja. Nou, maar we gooien er een pauze in. Dan gaan we de volgende aflevering weer verder met de volgende fabriek. Nou, doen we dat. Toch? Top, joh. Ja. Yo. Yo. Mooi. Hey, goeiedag, hem. Nou, wacht even. We gaan de aflevering. Oh, we zullen een pauze doen, maar dan kan ik even een kopje thee pakken. Nou, doe dat maar even. Doe dat. Ik gewoon een bakje koffie op, man. Ja. Nou, een korte pauze. Korte pauze. Ja. Zo. Hey.